Afgelopen zaterdag was het weer stamp op in de Veerkus. En wij waren natuurlijk bij. Hey, van Adelarij, net vers van het podium af, gewoon vol dampend, vol adrenaline. Ja. Hoe is het gegaan, jongens? Ja, dat ging heel goed, boven verwachting. Ja. Je kunt iets instuderen en we hadden matig gerepeteerd. En als het dan toch allemaal lukt, het podium, dan is het heel fijn. Ja, het was ook, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het ook zelf erg leuk om naar te kijken. Erg veranderend, erg anders. Maar toch heel erg herkenbaar. Ja, het zijn allemaal covers eigenlijk waar we hebben gespeeld. Dus je zult ze allemaal kunnen kennen. Maar het is wel, wel met zorg uitgekozen, vooral door Dirk zelf. En vaak ook covers van covers. Dus dan krijg je allemaal de versies die je eigenlijk nooit hoort. Hadden jullie iets bedacht voor deze avond? Hadden jullie iets ingestudeerd anders dan muziek? Bijvoorbeeld een gave podiumact? Oh, nou, we hadden af en toe tweede stem in de zang. Dat was anders dan in ieder geval dan de vorige keer. En wat wij hebben ingestudeerd is, nou, de nummers, we hebben setlist wel ontwikkeld. Van nummers die we leuk vinden om te spelen, die goed bij de setting passen. En ook bij natuurlijk Dirk's stem, dat is al een belangrijk item. En verder ingestudeerd, ja, ik denk dat wij best wel nummers hebben die wij, als we nog een keer gaan spelen, dat best wel anders kan klinken dan, maar nog steeds goed. Maar wij, dat is ook, dat is setting, dat doet zelfs het publiek al. Ik denk dat het voor heel veel Mechesselnaren die nu kijken naar MTV, het een fantastisch leuke verrassing is. En een hele goede opening van deze toch wel heel erg bijzonder leuk klein festivaletje Stampop. En ik weet zeker dat wij dit jaar nog meer van Adelarij, hè? Ik zeg elke keer van Delarij, van Adelarij, gaan horen. En linksom of rechtsom, jongens, heel veel succes in de toekomst. En we mogen je best wel in Mechessel nog een keer ergens verwelkomen. Chester uit Oosterwijk. Welkom jongens. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Ja, leuk dat we mogen komen. Super. Hey jongens, stamp op. Hoe zijn jullie hier nou terechtgekomen? Hoe gaat zoiets? In dit geval was het zo dat we hier al een keer eerder hebben gestaan. En we hebben een berichtje uitgedaan van goh, voor een bordje stamp op komen wij best wel spelen. Ja. Dus die hebben we gekregen, dus we gaan daar ook los. Dus je hebt eigenlijk al de buiten is al binnen, zeg maar. We zijn al betaald voor het optreden. Goed, dat klinkt wel heel erg goed, jongens. Ik heb begrepen van Mark, volgens mij, of ik heb het gelezen op internet. Jullie hebben ook een cd uit, of jullie zijn met een cd bezig? Ja, we zijn ermee bezig. We hebben nu een aantal nummers die we ook zo meteen gaan spelen in de set. En een aantal daarvan die willen we graag ook hard maken op een cd'tje of ep'tje eigenlijk. En ook Spotify uitbrengen, dus zeker van plan om dat te doen, ja. Oké, dus jullie gaan hier nieuwe nummers spelen voor jullie, tenminste die je op cd willen uitbrengen, op een geluidsdraaier willen uitbrengen. En want ik had ook begrepen dat jullie mee gaan doen aan de popronde, heb ik er iets van begrepen? Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, we willen dus eigenlijk deze zomer het EP'tje afronden en daarmee inschrijven bij de popronde, ja. Om zo ook wat meer optredens te krijgen en hopelijk wat meer naamsbekendheid natuurlijk. Maar daar doe je het voor. Wat kunnen we van Johnny Chester verwachten dan in 2019? Zijn er al meer optredens geboekt? Hè? We hebben enkele optredens staan, ja. Maar dat is allemaal nog in het voorjaar, nog voor de zomer. En we hebben eigenlijk na de zomer hebben we tot op heden nog niet zoveel gepland staan. Dus, Dus jullie gaan echt van die popronde uit hopen dat de aanslaat en dat je daarin mee kunt liften en daar de nodige succes mee kunt scoren. Nou jongens, hartstikke leuk. Ik wens je vanavond ontzettend veel plezier en ontzettend veel genot op het fantastische podium hier bij de Veerkus. En ik hoop dat het allemaal uitpakt zoals jullie gepland hebben. Dankjewel voor het interview.
home.